Het streven naar toegankelijk onderwijs voor elk kind, ongeacht hun situatie, stond vandaag centraal tijdens de lancering van het pilotproject VOS Scholen Wi-Fi, gehouden op de Henri Hassan Khan Scholengemeenschap HHS. Met dit project streeft de regering naar het bieden van gelijke kansen aan elk kind. HHS markeert een mijlpaal als de eerste school in Suriname met gratis internetverbinding. Het staatshoofd benadrukt dat nu de economie stabiel is en er gesproken kan worden van een gered Suriname, het tijd is om terug te geven aan het volk, te beginnen bij de studenten aan wie gratis internetverbinding was beloofd voor zijn aantreden. Directeur Mike Antonius van Telesuur onderstreept het belang van internettoegang in dit digitale tijdperk. In lijn met de duurzame ontwikkelingsdoelen benadrukt Antonius ook de impact van dit project. Jonge mannen, jonge vrouwen, waarom is digitaal onderwijs belangrijk? Gaat u nou op dit moment, terwijl u hier zit, hoeveel kinderen in het binnenland geen onderwijs kunnen krijgen? Vanwege geen lokaal, vanwege geen leerkracht, vanwege. Dit is de oplossing. Ze hoeven niet naar de stad te komen. Dit systeem gaat zorg dragen dat het onderwijs helemaal in een dorp komt. Afstand onderwijs. En iedereen gaat de kans krijgen om te kunnen studeren met moderne technologie, met IT, met ook wifi mogelijkheden. Belangrijk is ook dat wanneer u deelgenoot bent van, zeg maar, dit wifi project, dat u ook zich realiseert dat in deze digitale reis je ook voorzichtig moet zijn. Je moet voorzichtig zijn. Er zijn aspecten waarbij je met name in aanraking kan komen met hackers. Je kan in aanraking komen met allerhande activiteiten, waardoor cybersecurity heel belangrijk is. Dat zijn ook zaken die de e-gov in voorbereiding heeft gehad, waarbij het belangrijk is dat we op deze manier u kunnen garanderen dat u een veilige reis kunt hebben in deze digitale wereld. Onderwijsminister Henri Ory benadrukte verder dat het noodzakelijk is om aanpassingen aan te brengen in het onderwijscurriculum. De vernieuwde onderwijsbenadering biedt vooral de regering de mogelijkheid om grotere stappen te zetten in de richting van onderwijsmodernisatie. Dat betekent dat we nu heel veel moeten gaan investeren in curriculumaanpassingen waarbij ICT-toepassingen en applicaties optimaal worden gebruikt. Belangrijk is dat we beginnen vandaag met een aantal projecten voor de VOS-scholen bovenaan. We zakken terug naar de VOJ-scholen en dan helemaal naar de basis- en kleuteronderwijs, zodat het hele systeem in staat is. HBO en de universiteit zelf al hebben enorme voorsprongen, maar die hele bedrijfstak vanuit het ministerie gaat aandacht krijgen. Het staatshoofd benadrukte dat dit slechts het begin markeert en dat het de intentie is om dit project uit te breiden naar alle overige scholen. Het proces zal worden gemonitord om verdere stappen mogelijk te maken.